professor Johan Braakman. Goedemiddag allemaal. Mijn hartelijke dank aan de organisatoren voor de uitnodiging en voor jullie aanwezigheid. Ik ga het in 20 minuutjes hebben over essentiële aspecten van kritisch denken. Er valt daar ongelooflijk veel over te vertellen. Ik beperk mij tot een aantal essentiële zaken en ik hoop dat het u zal bevallen. Het cruciale punt, denk ik, als we over kritisch denken spreken, is dat we moeten proberen om het waarschijnlijke van het minder waarschijnlijke tot het onwaarschijnlijke te onderscheiden. Dat lijkt dus zeer simpel natuurlijk, maar in wezen, als je daar een tijdje bij stilstaat, dan besef je dat dat buitengewoon moeilijk is. Een belangrijke vuistregel om hierbij te onthouden is dat hoe onwaarschijnlijker een bewering is, hoe sterker het bewijs ervoor moet zijn. Dus een beetje kritisch denker beseft of tracht in te schatten wat de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid is van een bewering. En het bewijs ervoor moet dan natuurlijk daaraan gekoppeld zijn. Laat ik u op een min of meer intuïtieve manier duidelijk maken wat ik precies bedoel. U ziet hier mijzelf in een min of meer exotische tuin, dat is die van mij. Stel u voor dat ik u zeg dat er in mijn tuin vogeltjes zitten. Dat lijkt mij niet zo'n ongelooflijk sterke bewering. U begrijpt dat ik daar niet ongelooflijk veel bewijs, krachtig bewijs moet voor naar voren brengen. Als ik zeg dat ik een kat heb in mijn tuin, ook niet zo'n straffe bewering, dat neemt u ook nog wel aan, gewoon op mijn woord. Als ik u zou zeggen, ja, ik heb ook een kangoeroe, dan wordt het misschien al een beetje merkwaardiger. Dan zou u misschien al zeggen, ja, laat toch maar eens een foto zien of zo. Maar u weet, een foto kan ook getruckeerd worden. Als ik een arend in mijn tuin zou hebben, als ik u dat tracht wijs te maken, dan moet u nog een beetje krachtiger bewijsmateriaal hebben. Maar als ik een eenhoorn, als ik zeg ik heb een eenhoorn in mijn tuin, dan begrijpt u reeds, ja, dit is toch wel een zeer sterke bewering. Dan moet je toch heel wat meer bewijs voor hebben dan enkel het gewoon zeggen. Of zelfs een foto, want die kan natuurlijk gefotoshopt worden enzovoort. En het kan natuurlijk nog straffer als ik een Tyrannosaurus Rex zou in mijn tuin hebben. Of als ik een elfje, een Tinkerbell in mijn tuin zou hebben rondzweven. Of zelfs een heks op een bezemsteel. Of wat heb ik nog allemaal in mijn tuin? Een vliegend varkentje. Jezus komt zo nu en dan eens op bezoek in mijn tuin. En waarom niet? Elvis natuurlijk ook, want die leeft uiteraard ook nog. En zelfs de duivel komt zo nu en dan een praatje met mij maken. Het zijn allemaal beweringen die ik zou kunnen doen en die sommige mensen ook wel effectief doen. Maar u begrijpt, hier in oplopende volgorde zou ik steeds sterker bewijsmateriaal moeten naar voren brengen om u daarvan te overtuigen. Dat is het principe eigenlijk dat ik u wil duidelijk maken. Ik denk dat deze bekende man, Albert Einstein, dat hij hier wel een punt had in die beroemde uitspraak dat twee zaken oneindig zijn. Het menselijk universum en de menselijke, laat ik het beleefd vertalen, de menselijke lichtgelovigheid. Maar van het universum was hij niet zo zeker. Ik denk dat dat klopt. En het is dus een heel intrigerende kwestie hoe dat komt. Hoe ons brein dat tot fantastische zaken in staat is aan de ene kant, tegelijkertijd ook ons zaken doet geloven waar absoluut geen navenant bewijsmateriaal voor bestaat. Dit is nieuws van deze week, dat toch ook mensen met belangrijke posities, mensen die zeer invloedrijk zijn, soms in onwaarschijnlijke zaken geloven, zonder daar veel bewijs voor te geven. En dat kan een invloed hebben, zelfs op de wereldpolitiek. Dus wij moeten dat niet onderschatten natuurlijk. Mijn punt is er iemand die graag slecht geïnformeerd is? Ik denk het niet. Is er iemand die graag foute denkbeelden geeft? Waarschijnlijk niet. Zijn er mensen die graag voortdurend bedrogen worden? Het zou mij verwonderen. Is er iemand die liever zegt van zichzelf, ja, ik ben graag onverstandig. Ben liever onverstandig dan verstandig. Ik denk dat wij allemaal verstandig en kritisch en goed geïnformeerd willen zijn. En dus lijkt het mij niet meer dan normaal dat we daar voortdurend ook bij stilstaan hoe wij dat precies kunnen bekomen. Verstandige opvattingen, kritische informatie enzovoort. Dus dat is eigenlijk de lijn van mijn betoog dat ik u wil duidelijk maken, hoe doe je dat eigenlijk? Het lijkt dus in feite vanzelfsprekend, de nood aan kritisch denken. Maar in werkelijkheid is het niet zo eenvoudig. Als je er een beetje dieper op ingaat, heb je in feite een heel arsenaal
van methodes nodig om betrouwbare van minder betrouwbare informatie te onderscheiden. Dat is niet enkel en alleen van belang voor uzelf persoonlijk, maar dat is ook van belang omdat we voor enorme uitdagingen staan, uiteraard, die allemaal stuk voor stuk kritische, doorgelichte informatie nodig hebben. Dus tal van problemen vragen eigenlijk de best mogelijke kennis die wij kunnen verwerven. Denk maar aan energie en voedsel, bevolkingstoename, biodiversiteitskwesties, maar ook sociale en politieke zaken. Er is ongelooflijk veel lichtgelovigheid die daarin circuleert in debatten daaromtrent. Wij hebben dus nood aan informatie die kritisch gefilterd is. Dat is eigenlijk mijn punt. We moeten beseffen, ons brein is zeer kwetsbaar om als het ware besmet te worden met letterlijk van alles. Er zijn mensen die in elfjes en heksen en spoken en de duivel geloven. Er zijn mensen die denken dat Elvis nog leeft. Ook al zou hij ondertussen al zo oud zijn dat hij toch al dood zou zijn. Mensen blijven daar geloof aan hechten. Dus je moet dat niet onderschatten. Ons brein kan zeer makkelijk besmet worden. Dus we hebben een soort vaccinatie nodig natuurlijk. En wat zit er allemaal in die vaccinatie? Daar zit wetenschappelijke kennis in. Experimenten, objectief onderzoek, gecontroleerde studies. Je moet inzicht hebben in logica. Je moet weten hoe je pseudowetenschappen kunt doorprikken enzovoort. Dat is dus niet eenvoudig. Dat vergt enige studie. En in het lager of het middelbaar onderwijs of zelfs aan de universiteiten gaat men daar eigenlijk nauwelijks op die manier op in. Je zou kunnen zeggen, ja, goh, ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ik lees veel, kijk naar goede programma's op televisie. Mijn gezond verstand zegt mij wel hoe ik het betrouwbare van het minder betrouwbare kan onderscheiden. Is dat juist? Nee. Als u naar de geschiedenis kijkt, mensen hun gezond verstand, en dat is ook nu nog, heeft hen reeds van alles wijsgemaakt dat eigenlijk kant nog wal raakt. Ons gezond verstand zegt ons dat de aarde stilstaat en plat is. Dat is wat het gezond verstand u zegt. In werkelijkheid is ze rond en draait ze aan hoge snelheid rond de zon. Ons gezond verstand zou ons misschien ook zeggen dat als u naar een draaiend masker kijkt, dat je dan de achterkant, de holle kant, als hol ziet. In werkelijkheid, zoek het zelf eens op, in werkelijkheid zal dat brein het voor u bij wijze van spreken corrigeren. U zal de holle kant ook als bol zien. Omdat uw brein als het ware redeneert, dit kan niet, ik zie een gezicht, het is hol, holle gezichten bestaan niet, ik laat het naar buiten flippen. Dat is wat uw gezond verstand voor u doet, maar het is fout. Ons gezond verstand zegt ons ook dat je hier het gezicht van Jezus in kunt zien. Dit is eigenlijk een stukje pizza of iets dergelijks, dat gewoon een beetje beschimmeld is geraakt en dat voor heel veel geld verkocht is. Mensen zien daar echt het gezicht van Jezus in. Het is verkocht op eBay voor heel veel dollars. Het werkt niet alleen met zaken die wij zien. Jezus zien in een stukje pizza, het werkt ook in andere religies natuurlijk. Dit zijn moslims die in de vacht van een schaapje het woord Allah menen te zien. Merk op, in de islamitische religies zien ze veel meer woorden. Christelijke religies zien veel meer gezichten. Waarom is dat? Omdat de islamitische cultuur natuurlijk niet die visuele religieuze traditie geeft die het christendom wel geeft. Dus het brein past zich daaraan aan. Een ander voorbeeld, niet religieus. Dit is heel beroemd in 1976, een foto van het zogenaamde gezicht op Mars, getrokken door de Viking Orbiter. Heel wat mensen zagen dus in deze foto van ergens het oppervlak van Mars een gezicht. U ziet het ook, ik zie het ook. Ja. Er zijn daar hele boeken over geschreven, mensen die zeggen, zie je wel, dat is het bewijs dat er buitenaards intelligent leven bestaat op Mars, enzovoort enzoverder. Ondertussen hebben we betere foto's. Dit is een meer recente foto. Wat is het zogenaamde gezicht op Mars? Het is gewoon een heuvel. En het is het spel van licht en schaduw dat ervoor zorgt, ik keer even terug, dat je brein je eigenlijk suggereert, kijk, daar heb je een gezicht. In werkelijkheid is het doodgewoon een heuvel. Andere voorbeelden. Dit is een croissant, een broodje, ja, waar mensen in de Verenigde Staten het gezicht van Moeder Teresa inzien. Ik zie hun punt. Dat broodje is tentoongesteld in een bakkerij en is daar gestolen. Ongetwijfeld door een verzamelaar. We kunnen er niet aan doen. Het is sterker dan onszelf. Hier zien we drie vogels, zeer duidelijk. Maar niemand kan ontkennen dat je er ook spontaan
een gezicht in ziet. U snapt ondertussen natuurlijk mijn punt. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld in België een bericht in de krant verscheen dat het ontvoerde meisje Maddie, u herinnert zich allemaal nog Maddie, alleen al in België 135 keer gezien is. Je mag vrij zeker zijn, de kans dat ze echt gezien is helaas misschien, maar goed, zeer klein. Maar mensen volgen die zaak, lezen daarover in de krant, volgen dat op televisie en ze zien Maddie. Zo werkt dat. Bovendien is het ook zo dat ons brein reeds als het ware gepreprogrammeerd is om bepaalde patronen reeds te zien. U ziet hier een gezicht, een foto van een meisje, meisjesgezicht dat omgekeerd staat. Dat is wat iedereen ziet. In werkelijkheid wat u ziet is dit. Het is zo dat de mond en de ogen uitgeknipt zijn en dan omgekeerd er terug opgekleefd zijn. Maar als u naar deze foto kijkt, en geloof mij, ze zijn exact gelijk, alleen is deze omgedraaid of is deze omgedraaid. Als u zichzelf omdraait, dan ziet u het ook. Ze zijn exact gelijk. Maar uw brein redeneert, ja, die ogen die zo staan en die mond die zo staat, dat kan niet, dat moet ik corrigeren. U wordt dus eigenlijk opnieuw misleid door de manier waarop uw brein werkt. Ik weet niet of u het ziet op het scherm. Dit is een foto van 9/11. Mensen herkennen hierin het gezicht van de duivel. U ziet hier de duivel. Ik zie hem zeer goed. Maar daarom hecht ik er nog geen geloof aan dat hij daar echt is. Maar heel veel mensen doen dat wel. Nog een voorbeeld. Zeer duidelijk dat hier een soort demon aan het werk is. Dus ik hamer het er maar in. U moet uw eigen werking van het brein of de werking van uw eigen brein bestuderen om te beseffen wanneer uw brein betrouwbaar is en wanneer niet. Uiteraard, vaak is het zo dat we geconfronteerd worden met informatie en dat we niet onmiddellijk kunnen inschatten hoe betrouwbaar is dit. U herinnert zich mijn beginpunt, hoe waarschijnlijk of hoe onwaarschijnlijk is dit. Dan moet je dus onderzoek gaan doen. U ziet hier een zwangere vrouw met een voetafdruk van een ongeboren babytje. Kan dat? Je kunt dat niet zo meteen weten. Dan moet je een beetje voor rondbellen bij gynaecologen misschien en zwangere vrouwen in uw omgeving enzovoort. Wat dit betreft is het blijkbaar onbeslist. Ik heb er de waarheid niet kunnen over achterhalen. Die foto daarentegen, die is wel door de mand gevallen. Dus dat zou niet kloppen. Dat vliegtuig dat daar aankomt, dat zou dus wel degelijk getruckeerd zijn. Mensen die katten hebben die geverfd zijn. Ik heb ook een beetje opzoekingswerk moeten doen. Mijn punt is, de meeste mensen doen dat dan niet. Zij krijgen die foto's binnen en ze nemen dat maar aan. Dit is niet juist. Dit is dus getruckeerd. Maar dit hier, watermeloenen in kubusvorm, dit is weer wel waar. Dus die zijn in Japan gekweekt in een soort kubusdozen en worden op die manier op de markt gebracht. Het zijn maar eenvoudige voorbeelden. Wie denkt dat dit klopt? Steek eens uw vinger op. Ja, u bent fout. Het is misschien gelukkig maar gefotoshopt. Vaak moeten wij natuurlijk ook kiezen tussen verschillende mogelijke verklaringen. En hier geldt telkens de vuistregel. Onwaarschijnlijke beweringen hebben meer bewijs nodig. Dat moet u goed onthouden, dat is denk ik wat u moet meenemen vandaag. Als u geconfronteerd wordt met graancirkels, u kent het fenomeen allemaal. Wat is er dan meer waarschijnlijk? Dat die graancirkels door aliens, door buitenaardse wezens zijn gemaakt. Of dat twee gepensioneerden de rage van graancirkels gestart zijn in Groot-Brittannië. Twee gepensioneerden die zich verveelden en die s'nachts dus erop uittrokken met plankjes aan hun voeten en touwen. En dus begonnen zijn met graancirkels te maken. En ze kregen copycats, navolgers, en op de duur begonnen mensen overal graancirkels te maken. Het is dus mensenwerk. In de Verenigde Staten tussen haakjes veel minder. Dat is niet omdat de aliens niet houden van de Amerikanen. Maar dat is omdat de Amerikaanse boeren meestal meer geweren hebben in huis. Hier, dus zo simpel is het. Soms is de verklaring nog veel eenvoudiger. In Australië worden graancirkels soms gemaakt door kangoeroes of wallabies. En hoe komt dat? Omdat die dieren in velden terechtkomen waar dus opiumplanten groeien. En dan eten ze daarvan en daar worden ze dus stoned van. En dan beginnen ze gewoon stoont in een cirkeltje rond te springen. En zo krijg je dus graancirkels.
En dan heb je mensen die denken, oh, de UFO's zijn geland, ik voel de energie in de graancirkel enzovoort. Nee, het waren dus gedrogeerde wallabies. De media confronteert ons vandaag de dag natuurlijk met van alles. Ook hier wil ik nog tenslotte heel even kort bij stilstaan. Wij worden geconfronteerd met, we staan er niet bij stil, honderden, duizenden afbeeldingen, foto's, stukjes op televisie, filmpjes enzovoort. Allerlei zaken. Heel vaak is daar eigenlijk iets mis mee. Dus ik geef u hele simpele voorbeelden. Maar wat geldt voor het simpele, geldt a fortiori voor heel wat andere zaken. Hier bijvoorbeeld, dit is een dame die in de Braziliaanse dan nog Playboy stond. En heel wat mensen hebben hun abonnement opgegeven. Waarom? Omdat, zoals u ziet, zij heeft geen navel. Het echte model heeft wel een navel, maar men had een beetje overijverig aan photoshoppen gedaan. En zelfs tot en met haar navel weggewerkt. Soms moet u een beetje kijken om te beseffen wat er mis is met dit model bijvoorbeeld. Maar als u dus haar been volgt, hier, dan kan u zien dat daar toch ergens op een bepaald moment iets niet klopt. Dus een beetje overijverige Photoshop opnieuw. Je kunt dus heel veel voorbeelden vinden. Als u een beetje kijkt, dan ziet u het misschien ook, dat de oorspronkelijke foto van deze man blijkbaar toch vastging aan iemand anders hand. Maar men is het hand vergeten photoshoppen. Wegphotoshoppen in dit geval, dat die vast gaat. Hier zie je het ook misschien niet meteen, maar deze meneer, dus een soort vrijheidsstrijder, heeft dus drie benen. Ziet u dat? Die man heeft drie benen. Dat is toch merkwaardig. Het kan ook een beetje cynischer natuurlijk, of meer ernstig in een zekere zin. U zal begrijpen waarom. Dit is O.J. Simpson. De jongere mensen herinneren zich dat misschien niet meer, maar O.J. Simpson is een beroemde Amerikaan die, ik weet niet, ondertussen misschien al 15 jaar geleden of zo, vermoedelijk zijn vrouw en haar minnaar heeft vermoord. En in twee hele populaire weekbladen heeft men zijn foto afgedrukt in dezelfde week. U ziet dat hij hier er blanker uitziet dan hier. Wat is het punt? Men heeft hem hier bewust donkerder gemaakt. Omdat men geredeneerd heeft, hij is schuldig. Dus we moeten hem meer sinister laten eruit zien. En men dus heeft hem dus bewust zwarter er laten uitzien. Ik zie dat de bedel komt. Mijn allerlaatste puntje. Let op uw waarnemingspsychologie. Ik weet niet of jullie zien wat er verandert in deze foto. Het is twee keer dezelfde foto, maar toch verandert er iets. Als u goed kijkt, ik zal het u verklappen. De mensen die het niet gezien hebben, kunnen bijna niet geloven dat ze het niet gezien hebben. Maar het is natuurlijk echt waar. Deze bar hier, die paal hier, verspringt gewoon van positie. Zie je? Als je dat niet ziet, dan geloof je bijna niet dat dat echt het geval is. Daar kunnen we heel veel voorbeelden van geven. Maar mijn tijd is op. Dank u wel. De tijd is verstreken. Ik denk dat dat een zeer goed punt is dat u maakt. Het korte en beste antwoord, denk ik, is dat u dit soort zaken grondig moet bestuderen. Zodat u uw eigen brein leert kennen. Zodat u begrijpt dat wanneer u met iets merkwaardigs geconfronteerd wordt en uw brein suggereert een verband, een patroon, een inzicht dat misschien dus niet klopt. Dat u zelf weet, wacht eens even, dit is mijn brein dat misschien ietsjes te snel aan veralgemening doet, een vooroordeel aan mij opdringt, een gezicht in de wolken doet zien enzovoort. Dus eigenlijk de essentie is, bestudeer dit soort zaken. Dan bent u vanzelf kritischer tegenover uw eigen waarneming en uw eigen spontane intuïties.
toch maar tot op zekere hoogte. Dus waar ik voor een deel voor pleit is om, om uw spontane intuïtie en uw direct vertrouwen in uw eigen waarneming en mensenkennis enzovoort, om dat niet te snel te vertrouwen. Er zit eigenlijk een boodschap, denk ik, in mijn punt, dat wij bijvoorbeeld in rechtszaken, als je naar getuigenissen luistert van mensen die zeggen, ja, ik weet het zeker, de auto kwam vandaar, of die persoon heeft dit gedaan, of ik heb hem gezien, hij heeft het gedaan, die bankoverval, om daar zeer voorzichtig mee te zijn. Dus als je beseft hoe onbetrouwbaar onze waarneming soms is, dan ga je ook minder snel bijvoorbeeld iemand veroordelen die het in werkelijkheid niet gedaan heeft, enzovoort. Dus het is eigenlijk breng ik een soort waarschuwing naar voren om niet te snel tot conclusies te komen en om zeer kritisch te zijn tegenover onwaarschijnlijke beweringen. Wel, dan moet je in elk geval bereid zijn en proberen in staat te zijn om uw conclusie te herzien. Het is heel, heel moeilijk voor de meeste mensen om toe te geven dat ze fout waren. Voor mij ook. Dat is blijkbaar zeer menselijk. Maar dus dat is iets waar je jezelf moet voor trainen om te begrijpen, kijk, ik geloof nu dit, maar als ik geconfronteerd word met die informatie, ik lees dit artikel, ik praat met die expert enzovoort, ik herzie mijn mening. Dat is geen schande, ik hoef daar niet beschaamd over te zijn. Heel veel mensen blijven eigenlijk dogmatisch aan opvattingen vasthouden die ze vaak om slechte redenen hebben opgedaan. En als ze dan geconfronteerd worden met informatie die opvatting eigenlijk onderuit haalt, dan kunnen ze dat niet. Dan blijven ze dat verdedigen. Dus dat moet je bij jezelf ten allen prijzen vermijden.